vorige Gold Digger prank video dachten heel veel mensen dat het nep was. Eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling om soort van te testen of die Gold Digger prank video's nou echt zijn of niet. Ik heb er nu met een aantal dingen voor gezorgd dat we dat nog beter kunnen testen. Hey. Waaronder een iets minder opvallende undercover auto. Ik ben er. Ja. De bedoeling is natuurlijk nog steeds dat we gaan testen of een Gold Digger prank echt werkt of niet. Want bij die Amerikaanse pranks zie je altijd een doodgewone jongen op een meisje afstappen, vraagt of ze wat wil drinken, zij zegt nee, en vervolgens loopt hij naar zijn veel te dure auto en dan wil ze opeens wel. En of dat nou echt zo werkt, gaan we vandaag dus uittesten. Let's go. Ik zou het zelf ook niet geloven, dus we moeten dit gewoon nog een keer proberen. Dus nu heb ik ervoor gezorgd dat niemand kan denken dat het nep is. Een van de redenen die mensen hadden is dat omdat mensen mij misschien herkenden, ze eerder geneigd zijn met mij mee te gaan. Dus, deze keer hebben we twee onbekende mensen die op straat gaan staan. Niels en Thomas. Ik ga mijn best doen. En je hebt je nerdenbril opgedaan. Dan. Zeker, die heb ik bewust opgedaan vandaag. Ja, lekker brilletje. Ik was wel bij de auto. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat ze ja zegt. Ik begin nu alweer zenuwachtig te worden. Ah ja, poesie. My mama asked me why you got that cash on. Second you switch up, they might get mad at you. En denk jij nou van, hey, ik wil ook wel in die auto rijden? Dat kan bij Passion Without Limits. En ik kom hier later nog wel even op terug, maar dat is wel een leuke winactie voor jullie. Wacht, zei iemand daar iets over abonneepercentage? Nou, dat is grappig dat je daarover begint, want we zijn lekker bezig. Het aantal niet geabonneerde mensen die deze video's kijken zakt steeds verder. Het is nu 45,5. Dat is een van de laagste dat het ooit is geweest. Maar we willen echt onder die 40, guys. Dus kom op, als je dit kijkt en je bent nog niet geabonneerd, klik op die abonneerknop. Dan gaan we ook richting de 1 miljoen abonnees. Maar dat duurt nog heel lang, Stefan. Maakt niet uit. Oké. We waren dus weer op ongeveer dezelfde plek als de vorige keer, alleen werden we nu bijna weggesleept. Je mag hier blijkbaar niet staan, anders worden we weggesleept. Er zit niemand in, dus je wordt gewoon weggesleept. Dat is echt kut hoor. Heel tijd. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken, dus we gingen naar een andere plek. Een hele goede spot om te filmen aan de overkant hier. Daar staat de auto. Ja, niemand ziet ons zitten, toch? Eerlijk? Ja, maar kijk, als je daar in gesprek bent, dan ga je toch niet zomaar je heen kijken van, joh, wat ziet er die guys uit? Nou, er zitten wel een paar hele lekkere guys hier, dus op zich. Met een camera. Nou, jij gaat zitten. Thomas? Klaar? Ik ben er klaar voor, zeker. Hey, kijk dit daar, joh. Kijk, een carspot. Nee. Kijk al die carspotters lopen. Dit is misschien wel een te opvallende auto eigenlijk. En we stonden weer mooi geregeld bij Passion Without Limits. Hij heeft erin, hij heeft erin. Weet jij toevallig hoe laat het is? 6:30. Oh, serieus? Ja. Wat ga je doen? Is er vragen nog? Ik ga een pakketje ophalen. Oh, echt? Heb je misschien zin om vanavond wat te eten? Oh, meen je niet. Oké. Thomas vergat alleen even bij de eerste dat hij dus nu naar zijn auto toe moet lopen, zodat zij ziet dat hij van hem is. Maar goed, volgende keer beter. Ik vind het wel goed dat hij gelijk al de eerste aansprak. Ja, dat moet je altijd doen. Ja. Je moet gewoon meteen die eerste doen, anders ga je twijfelen. Ja, man. Mooie auto, hè, meneer? Thomas gaat er naartoe. Sorry. No problem. I respect you. Ja, no problem. We hadden hier een tijdje staan wachten, maar er liepen te weinig mensen langs. Dus we gingen naar een nieuwe plek. Oké, 3 maal scheepsrecht. We hebben nu weer een nieuwe plek. Ik denk dat dit wel echt een goeie is. Gelukkig is het niet de sleutel van een auto van 500.000. Dus, We hebben ons gepositioneerd en die legend van een Thomas stapt meteen weer op een meisje af. Sorry, mag je wat vragen? Hij spreekt iemand aan. Oh, heb jij misschien zin om binnenkort een drankje te doen? Sorry, ik heb wel een vriend. Oh, meen je niet? Ja, dus helaas. Dit is een vriend, denk ik. Dit is een vriend. Maar hoe lang heb je al een vriend? Al 3,5 jaar. Oh, serieus? Oké. Nou ja, in ieder geval, dan ga ik er vandoor. Ja. Tot de volgende keer. Doei, doei. Ineke! Kijk. Ze baalt dit. Oké, dit was dus geen Gold Digger, maar dit is wel de manier hoe we een Gold Digger kunnen exposen. Dus nu is het zaak om gewoon door te gaan. Mag ik jou misschien wat vragen? Sorry, English. Oh, do you speak English? Yeah. Can I ask you the time? The time? Yes. 16:03. 16:03, yeah. Okay. Do you have a boyfriend or something? Yeah, I've got a girlfriend. Oh, you have a girlfriend? Yeah. Okay, so you're not into guys? No. Okay, no problem. Sorry. Dat is jammer. Ze vallen niet op mannen zijn. Shitje, ja. Deze is jammer. Ik had verwacht dat dit er zou worden. Toen kwam er een leuke groep van 3 meiden aan. Alleen, ja, 3 is een beetje te veel natuurlijk. Maar niet voor Thomas. Let's go. He's going in for the king. Mag ik vragen, dames? Wie van jullie 3 heeft er nog geen vriend? Ik ben op zoek naar een date vanavond. Oh, okay. Ik wou ergens wat luxe gaan eten. Dus op de Burger King, de KFC, gewoon even iets lekkers, weet je wel. Ja. En alles niet hoor, maar... Ik heb ook een vriendje. Ik vind het echt een leuke idee. Ja. Heel veel succes vandaag, ik ga er even door. Ja, dankjewel. Ik ga er niet door. Eén keer klik op die start en je... Ja. Dus ik sta wel te kijken.
De drie meiden bleven iets verderop staan kijken, maar we weten natuurlijk niet zeker of het is omdat ze golddiggers zijn of omdat ze denken, wat een zieke legend is die Thomas. Die mensen ook echt achter mij nu recht. Die zitten de hele tijd te kijken van, staat die jongen daar nog steeds rondjes te lopen en mensen aanspreken? Doet hij? Ja. Deze gast, doe deze. Pak ze meteen af. Dat is next level. Dat is nog eventjes iets te next level. Je bent wel breder, want Jon is even een human flag bij die paal. Nee, dat is heel uitsloperig. Gasten, sta ik daar met zo'n auto van een half miljoen hè, aan te doen en zo, weet je? En dan ga ik naast hun, ga ik een beetje mijn spieren laten zien. Hey, heb jij zin om vanavond misschien iets luxe te eten ergens? De Burger King, McDonald's, gewoon even, ja. Iets luxe zoals Burger King of McDonald's. Ik ga er in ieder geval vandoor dan. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, ga ik doen. Doei. Doei. Ze kijkt. Ja, heeft één keer gekeken. Ze kijkt nog een keer ook. Hey, sorry. Eerste vraag eigenlijk is, weet je hoe laat het is? Beide telefoons zijn uitgevallen. 3:30. 3:30, oké. Nee, sorry. Ik heb geen tijd. Nee. Oké, ik ga er weer vandoor. Nee. Dankjewel. Hij vraagt dus hoe laat het is, want beide telefoons zijn uitgevallen. Hij is gewoon een horloge. Hey. Kijk toch? Huh? Oh. Hij ging naar de vriendin van hem. Oh, ik ga terug. Ik kom terug. Ja, die is wel goed hoor, nee. Hier, eens kijk allebei om. Maar heb je niet gewoon een horloge op trouwens, zei Thomas? Je moet gewoon niks straight report zijn, joh. Wil je misschien wat drinken vanavond? Dit is volgens mij wel hier. Het is toch wel leuker, dit? Ja, dit is een leuke, toch? Volgens dat is er best. Hé, hey, Gap, je hebt er al doorheen geluld, ouwe. Gap, zij was perfect. Maar maat, je kan toch gewoon bellen met iemand? Ja. Dat is een baan. Dat is een baan. Mevrouw? Ja, is goed? Goed, ja, zeker. Ik heb vanavond, misschien is het een beetje te spontaan. Heb jij misschien zin om vanavond een drankje te doen? Of ben je... Nee, hoezo eigenlijk? Nou, ik zag lopen en dan moet je wel. Je bent wel... Volgens mij sport je ook. Ik sport ook veel. Dus ik dacht van... In ieder geval, zal ik anders gewoon je nummer opschrijven? Zou wel kunnen. Hoe heet je trouwens? 06? Sorry, ik ga naar mijn auto doen. Nee man, maar ik ga serieus appen, grap. Hey. Misschien zit ik hier met mijn drankje. Nee, sorry. Oh. Nee, ik heb een relatie. Heb je een relatie? Ja. Hoe lang al? 4 jaar. 4 jaar? Meen je niet? Nou, dan ga ik er vandoor. Op de sleutel druk. Die gewoon die auto jat. En ik moet zeggen, hoe langer Thomas bezig was, hoe soepeler de gesprekken gingen. Hey, ik ga vanavond disco bowlen. Mm-hmm. En ik heb nog één plekje vrij. Heb je zin om misschien mee te gaan? Nee. Nee? Dank je. Okay. Disco bowlen. Ik zou ook nee zeggen, hoe leuk je ook bent. Doe je het vanavond toevallig? Ja, de kinderen zorgen. Oh, meen je niet? Ja. Oh, leuk. Er waren hier wederom niet heel veel mensen van onze leeftijd, dus we besloten nog één laatste plek te proberen. En daar werd het wel heel grappig. We staan weer op dezelfde plek als in de vorige video, want ja, er waren gewoon te weinig mensen. Maar misschien nu hier. De locatie zit er niet mee vandaan. Hey, helemaal. Heb jij er zin in? Ik heb er altijd zin in, zeker. En nu filmden we weer uit onze undercover auto. Dat is een leuke meid, er komt een hele leuke meid aan. Gozer, ik ga er aanspreken. Morgen ga ik disco bowlen. Ja. Ik vroeg me af of jij zin hebt om mee te gaan. Ja, nee, dankjewel. Dan ben je van je. Sorry? Ja, thanks. Mag ik wat vragen aan je? Vanavond ga ik disco bowlen. Vroeg me af of je zin hebt om mee te gaan. Nee, dankjewel. Dat is mijn auto, of maakt het ook niet uit? Nee, dat maakt zich helemaal niks uit. Okay. Dat is mijn auto, maakt het nog niet uit. Maar er nog een verschil? Of, Mag jij misschien wat vragen? Sorry, ik moet morgen werken. Okay. Maar succes. Ik vind het wel leuk echt dat je de mensen op straat aanspreekt. Ja, dit is toch ook, ja, misschien ook wel. Dus thanks. Dankjewel, nog één dingetje. Ja, zie je, dat is mijn auto. Is dat doorslaggevend of maakt het helemaal niks uit voor jou? Nee, hè? Oké. Okay. Wel een leuke auto. Ja, dit. Maar ik zal het niet gebruiken om mensen te inpassen. Okay, dankjewel in ieder geval, hè, voor je tips. Doei. Thomas heeft zijn best gedaan, dus nu was het de beurt aan Niels. Ready? Ik ben helemaal ready, man. Succes. Jij hebt contact met hem? Oké, top. En als een echte legend dat Niels is, stapte hij ook direct op de eerste meid af. Mag ik jou wat vragen? Ja. Wat doe je met de avondeten? Bij mijn vader eten. Oh, echt? Ik kan hem daar, kan je daar naartoe brengen? Weet zeker? Ik ga toevallig hoe laat. Het is de telefoon net uitgevallen. Oh, ja, natuurlijk. Dus,
Ja, iets voorbij. Ja, bijna 10 voor. Oh, bijna etenstijd. Zo? Heb je zin om wat te gaan eten? Ik kan niet, sorry. Kan niet? Nee. Echt niet? Well, ik heb nog een plekje vrij. Nee. Ah, helaas. Toen was hij nog even zo vriendelijk iemand te helpen met een scooter die niet startte. Kijk eens. Dank je. Ja, ik heb nu dat bij me. Ja, dat is ook leuk. Dus als je zin hebt, nog een mooie mee. Ja? Nou, alsjeblieft. Hoi. Hoi. En toen werd Niels misschien een beetje te direct. Hoi, wat zie jij er sappig uit vandaag? Mooie aardbei. Jezus. Nee. Niet kans. Ik zou gaan disco bowlen, maar diegene komt niet opdagen. Ik heb een plekje vrij. Ik heb niet eten. Echt niet? Nee, bedankt. Weet je het echt zeker? Ja. Ah, helaas. Ja, sommige meiden die zijn gewoon geen golddiggers. Jij hoe laat het is? 5 uur is het. 5 uur. Wat doe jij met de avondeten? Ja, ja, okay. En net toen we bijna alle hoop hadden opgegeven, was daar de allerlaatste. Hij mag het vragen. Do you want something to eat? No? Do you want something to eat? Ik heb hier namelijk een snicker bij me. Ja, het was tijd om Niels van straat te halen. De conclusie is, het is wel een gespreksopener, dus je kan makkelijker gesprek aangaan met een meisje of met iemand. Maar als je daarna geen game hebt, dan lukt het natuurlijk alsnog niet. Do you want something to eat? Of we zijn gewoon geen golddiggers tegengekomen. Wat denk jij? Laat het weten. Maar wil jij nou een keer in deze McLaren rijden? Dat kan. Volg Passion Without Limits even op Instagram en comment onder de post van de winactie waarom jij kans moet maken op een tunnelrun in deze McLaren. Wil je er als video zien? Dan kan je hier klikken. En thanks Passion Without Limits trouwens voor het lenen. Ze moeten ook wel gewoon een auto kopen, hè?